Een natuursteenbedrijf uit West-Vlaanderen heeft voor het eerst een QR-code geplaatst op een grafzerk. Een QR-code is een tweedimensionale streepjescode die tot nog toe vooral gebruikt werd op e-tickets of op een bushokje bijvoorbeeld. Zo'n code plaatsen op een grafzerk is op zijn minst opmerkelijk. Wie naar het graf komt, kan dan de code inscannen met een smartphone of een tablet. En zo kom je op een persoonlijke website terecht van de overledene. Cathy Allaert ging kijken in Ieper. Dit zijn de graven zoals we ze nu kennen. Maar voor het graf van hun vader wilden Gwen en Evelien iets persoonlijker. Op de zerk lieten ze een QR-code installeren. Door de code in te scannen komen ze op een website met heel mooie herinneringen. Je kunt daar foto's op posten en je kunt er op je foto klikken. En dan kun je al die foto's in slideshow bekijken of zo. Of je kunt je muziekje afspelen of tekeningen bekijken of een gedichtje. Er is dus ook de mogelijkheid om eventueel te reageren, een mailtje te zenden naar de nabestaanden. Meer dan deze code is er niet voor nodig. Een plaatje dat ook op een urne past en niet meer dan 50 euro hoeft te kosten. Iemand die dat wenst, wij bezorgen een persoonlijke plaatje, een persoonlijke QR-code. Maar daarachter zit een website in feite, waar die persoon dan zijn informatie kwijt kan. Evelien en Gwen vinden troost in deze nieuwe vorm van kerkhofbezoek. Maar had hun overleden vader daar ook zo over gedacht? Ik weet zeker dat hij het leuk zou vinden. Hij was nogal vooruitstrevend en wist ook altijd welke nieuwe snufjes op de markt kwamen. Als hij zou zien wat wij hier nu doen en het project dat we voeren, ik ben er zeker van dat hij echt mee zit te lachen. Heel trots, van, hij zou en heel trots zijn. Ja, dat zal het wel knap vinden. Zeker.